De prioriteiten van de Verenigde Naties in Suriname worden bekeken met een optimistische bril. Ambassadeur Robert Foucher van de Verenigde Staten van Amerika zei vanmorgen tijdens een rondetafelvergadering met journalisten dat volgens de Amerikaanse regering Suriname vooruit is gegaan op verschillende fronten en de keuzen die de regering nu maakt kunnen bepalen hoe de toekomst eruit zal zien. De Verenigde Staten waarderen Suriname als een partner vanwege onze gedeelde idealen en verhoogde democratie, idealen van verhoogde democratie, bescherming van de mensenrechten, respect voor de rechtsstaat en behoud van natuurlijke hulpbronnen. Wij zoeken een welvarende partner voor handel en ontwikkeling van de olie- en gasindustrie op en een rechtvaardige, ethische en duurzame manier. We zullen Suriname steunen bij het versterken van zijn democratie en bestuurlijke instituten. Suriname's traditie van vrije en eerlijke verkiezingen moet worden voortgezet. Samen met het respect voor de mensenrechten en de beroemde vreedzame omarming van de diversiteit aan rassen, religie en etniciteiten. De ambassadeur is pas een maand in Suriname en gaf aan wat de opdracht vanuit president Joe Biden is tijdens zijn missie als ambassadeur in Suriname deze de komende 2 jaren. De opdracht van de president Biden voor de missie hier in Suriname. Ja, dat is een goede vraag. Van president Biden, hij heeft klaargemaakt dat hij wil voor zijn tijd als president. Hij wil the tide turn. Hij wil democratie versterken overal, de hele wereld over, tegen autoriteiten. Dus hij wil werken om de instituten van democratie te versterken en te steunen in andere landen. En dat zien wij in veel landen, vooral met nu in Oekraïne. Dus voor Suriname, dat betekent dat wij kunnen werken met de regering hier of aan de kwesties hier in Suriname, maar ook de internationale kwesties, de internationale vragen over de steun voor democratie, mensenrechten, de recht van staat. En ook in die zin werken om grotere stabiliteit in Suriname te brengen. De Amerikaanse ambassadeur wil zich de komende tijd verder sterk maken om Suriname veel meer te ondersteunen met verschillende uitwisselingen vanuit de VS binnen de verschillende sectoren in Suriname.